In dit soort situaties worden wij opgeroepen om dan te assisteren met de verpleegkundige, zodat er altijd iemand achter de hand is als er een situatie zich voordoet, dat wij kunnen meehelpen en gewoon extra ondersteuning en een stukje veiligheidsgevoel kunnen creëren voor de verpleegkundige. De Nederlandse Veiligheidsgroep is een particuliere beveiligingsorganisatie die zich onderscheidt door goed opgeleide en getrainde mensen. Dus we maken verschil ten opzichte van de traditionele markt door mensen aanvullend op te leiden. En dat doen we naar aanleiding van de vraag van de klant. En aan de hand daarvan stellen we een opleidings- en trainingspakket samen en leiden we onze mensen op. NVG doet bij ons totale beveiliging. Er lopen surveillance rondes. Assisteren in de zorg op de afdelingen bij calamiteiten en incidenten. De beveiligers die wij hebben, dat zijn echte zorgbeveiligers. Die hebben ook interne opleidingen en cursussen gevolgd. Hè. Dus die doen binnen de psychiatrie hier binnen bij Rinie van Akel doen ze ook aan de opleiding mee. DDG-trainingen, dus destructief gedrag, omgaan met moeilijke situaties, inzicht in ziektebeelden, al dat soort zaken nemen we op de beveiliging altijd mee. En het voordeel van de beveiligers die wij hebben, want die zijn al jaren werkzaam bij de Renier van Akel, die weten eigenlijk al door ervaring, jarenlang ervaring, wanneer ze wel en niet in moeten grijpen. En die kennen de medewerkers, ze kennen ook heel veel cliënten, want dat zijn grote voordelen. Al onze opleidingen die schrijven wij weg in een zogenaamd beveiligingspaspoort. Die worden onafhankelijk getoetst. Onze klanten zijn uitermate tevreden over de manier waarop wij onze diensten verrichten. En bijna alle klanten blijven ook langdurig bij ons. Dus, daar zijn we ook heel trots op. Colin Crowdfund. Comfortabel investeren.